En de boer pakt nu denk ik Mario en dan ben ik benieuwd waar die... Ah nee, dus zijn we helemaal terug! No! Hey, super tof dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikachu en vandaag gaan we verder met Mario plus Rabbids. En we waren natuurlijk in de geesteswereld en ik ben benieuwd wat jullie van deze wereld vinden. Ik vind het tot nu toe een hele toffe wereld om te spelen. Ik denk zomaar dat we deze kant op moeten. Ik weet het niet 100% zeker. Wat is dit trouwens? Gelukkig zijn deze duistere panzers niet bezeten door kwade geesten. Moet je je voorstellen? Nou, ik twijfel er nog een beetje aan. Ik zie dat hier trouwens één iemand zijn harnas mist. Oh, die ligt ervoor. Nou, daar kunnen we niks mee doen, zo te zien. We gaan door deze buis en dan neem ik deze even mee terug. Want volgens mij heb ik die terug nodig, want daar stond nog een poort op. Ik hoop dat we die helemaal mee mogen nemen, die kant op. Ja, kijk, inderdaad. Dan kunnen we deze hier bovenop zetten. Dan gaan deze blokken naar beneden. Kunnen we hier naar beneden. En kunnen we al deze muntjes oppakken. Yeah. En dan kunnen we door dit kanon. En waar worden we dan helemaal naartoe geschoten? Ah, oké. Naar een schat. En dit is een... Ik zie Londen. Een tarotkaart. En we kunnen natuurlijk deze paddenstoel eventjes oppakken. Zodat Mario ook weer volledig zijn health terug heeft. En dat is super handig. Hier liggen nog veel meer muntjes. Terwijl weer allemaal enge geluiden in mijn oren komen te zitten. Waar gaan we helemaal naartoe, jongens? We schieten echt heel die wereld door. We hebben hier weer krachtbollen gevonden. 10 krachtbollen. Dan ga ik eens even kijken of ik weer dingen kan verbeteren. Sowieso met Mario kan ik wel iets doen. Ik ga er denk ik gewoon voor zorgen dat Mario wat meer HP heeft. Met Rabbit Peach en Rabbit Mario kon ik eigenlijk nog niet zo heel veel doen. Moeten we nu door dit kanon? En dan komen we hier terecht. Dit is volgens mij zo'n beetje waar we zouden beginnen als we de normale weg zouden opvolgen. Ja, hier is in ieder geval nog schat. Altijd leuk om die even mee te pakken. Waar leidt dit dan naartoe? Het is echt een doolhof hier, jongens. Oké, en als we hier doorheen gaan, dan zijn we weer terug. Ja, oké, dus we gaan sowieso deze kant op. En dan hier naartoe, zo. Komen we hier uit. Oké, en hier is weer de volgende battle. En dat gaan we doen. Versla iedereen! We hebben hier last van, van spookjes, van healers volgens mij ook. En er zijn ook boos aanwezig. Ah, hier dus inderdaad. Als je te dichtbij komt, komen ze achter je aan en als het hun beurt is, teleporteren ze je naar een andere plek op het slagveld. Oké. Dat kan best wel voor problemen zorgen. Ik denk dat we sowieso moeten proberen om eerst deze twee vijanden gewoon keihard te gaan verslaan. Dat gaat sowieso ook wel een heel eind lukken met een Rabbit Mario die ze allebei van een tackletje voorziet. En dan vervolgens deze voor zijn pampers kan schieten. Hoppakee, later. Dan mag Mario deze vijand uitschakelen en dan misschien via de rug van Rabbit Peach hier naar boven en dan kijk ik wat er gebeurt. Ik weet niet of dit helemaal goed gaat, want we krijgen natuurlijk best wel last van die boost, denk ik. Kan jij nog iemand raken ook vanaf hier? Nee, dat is wel jammer dat we niemand kunnen raken vanaf hier. En die andere spookjes kunnen ons waarschijnlijk wel raken. Die heeft in ieder geval last van inkt. Daar ben ik blij mee. Ik ga in ieder geval helderzicht weer aanzetten. Dan mag Rabbit Peach ook eventjes naar boven en die mag daar dan gaan staan. En Rabbit Peach mag de autootje gaan laten rijden. Hoppakee. En that's it. Dan zijn de tegenstanders aan de beurt. En we krijgen dus denk ik sowieso weer last van boost nu. Oké, voorlopig nog niet. Dat is top. We hebben geen last van de boost. Daar ben ik best wel blij mee. We hebben wel last van deze spookjes, denk ik. Ja, die gaat op Mario schieten. Die gaat hem ook sowieso raken. Kijk, ik ben blij dat ik net geüpgrade ben. En nice, kijk. Dat is dit doet hij hartstikke goed. Dankjewel, spookje. Maar wat ik wou zeggen. Ik ben blij dat ik het HP van Mario heb geüpgrade, want dat is precies die 60 HP die hij net qua damage kreeg. De tegenstanders zijn nu aan zet. Ah, gaat die healen. Ja, we moeten proberen om hun in ieder geval als eerst uit te schakelen, de healers, want die zijn echt altijd heel erg irritant. Oké, die gaat ook gelijk weer healen. Ah, dat is echt best wel irritant. Dan krijg ik nog een bom naar mijn hoofd gegooid. Dus even kijken of Rabbit Mario al naar boven kan. Ja, en die kan ook springen. Dan kan die hier ergens naartoe. Ik wil eigenlijk proberen om boven te blijven staan. Want hier is het veel veiliger. Ik heb nu nog niet zo heel veel aan de Rabbit Mario. Ik durf ook niet echt naar beneden te springen. Wat ik wel ga doen is krachtmacht activeren met Mario. En dan ga ik in ieder geval proberen om een van die twee healers uit te schakelen. Die heeft in ieder geval... Ah, die heeft echt nog 1 HP over. Serieus? Dus dan moet ik nu eigenlijk voor 1 HP... moet ik gewoon mijn schot daaraan opmaken. Ik durf in ieder geval wel nu met Rabbit Peach gewoon naar beneden te springen. Want ja, dat is toch op zich wel handig. Ah, ik baal hiervan dat ik mijn schot echt aan deze moet opmaken met door 1 HP. Dit is echt wel een beetje jammer.
Maar goed, hij is in ieder geval down. We gaan het schild aanzetten bij Rabbit Peach, want dat is keihard nodig, denk ik. Dan gaan we ook met Mario gewoon lekker nu naar beneden. En dan gaan we met Mario's hier achter dit blok staan. Oh, oké, okay, Mario is gepakt door een boe. No! De tegenstanders hebben de beurt en de boe pakt nu, denk ik, Mario. En dan ben ik benieuwd waar die... Ah, nee, dus zijn we helemaal terug. No! Oké. Dat is dus wat boos doen. En nu staat Rabbit Peach er best wel een beetje alleen voor. Alhoewel, Rabbit Mario staat ook nog wel in de buurt en dat is op zich wel fijn. Ja, ze gaan nu natuurlijk allemaal voor Rabbit Peach. Auw. Oké, die gaat voor Rabbit Mario. En Rabbit Mario is een vampier geworden. Hou eens op. Kijk wat ze allemaal met ons doen, jongens. Oké, ik heb geen idee of Mario nu echt nog erbij kan komen. Die kan in ieder geval wel tackelen. Ah, nice. Die kan die tackelen en hopelijk maken we gewoon dat spookje gelijk kapot. Dat is geen strategische plek voor jou om te kiezen, jongen. Kijk, en nu kunnen we ook eindelijk een keer onze hamer gebruiken. Bam! Later! Stop, Spooky. Die was lekker. Ik ga in ieder geval eventjes healen met Peach. Rabbit Peach natuurlijk, zodat Rabbit Mario weer vol is. Dan kunnen we sowieso deze gast gaan tackelen en die kan ik dan ook sowieso gaan verslaan. Oké, dat weet ik, dat hij gepakt wordt door de boer. Dat vind ik ook helemaal niet zo erg nu. Zolang we deze vijand maar verslaan. Zo, hoppakee, misschien schieten we dat blok nog kapot. Ja, nice, dat blok schieten we kapot. En hij heeft inkt, dus eigenlijk kan hij nu niet zo heel veel meer doen. We gaan hem tackelen, dan ga ik hier achter staan. Dan ga ik eens kijken hoeveel damage we in totaal bij hem kunnen doen. Ik ga gewoon op hem schieten met de hoop dat ik een super effect heb. Ah, nee, dat heb ik niet. Dat is dan weer jammer. En dan is het de beurt aan de tegenstanders. De boer gaat waarschijnlijk mijn Rabbit Mario weer terugbrengen. Ja, naar de beginplek. Inderdaad. Oké. En dan staat daar nog één gast, maar die kan niks doen. Die kan, die kan sowieso niet gaan schieten. Dus dat is helemaal niet zo erg. En dat betekent dat Rabbit Peach het af mag gaan maken. Deze battles gaat nog even op de plaat. Ze viel nog even op de snuffet. Zagen jullie dat? In ieder geval, ik stuur mijn autootje erop af. En dan is deze gast ook verslagen. Ah, kijk, we gaan weer lekker, jongens. We gaan weer super lekker. Hebben we dan ook een perfect? Ja, ja, in 4 van de 5 beurten. Dus dat is weer super goed. We krijgen 25 krachtbollen. We krijgen ook weer 1700 muntjes. En die zijn best wel welkom, want onze muntjes die waren echt bijna op. Zou die platenspeler daar een van de reliquieën der goedheid zijn? Nou, dat zou best wel eens lekker zijn, inderdaad, als dat zo zou zijn. We kunnen het waarschijnlijk wel gaan oppakken vanaf hier. Ik dacht dat ik ergens een bijpassend gouden voetstuk zag, maar waar? Die horen vast bij elkaar. Laten we de plaatsspeler pakken en weggaan. De rillingen lopen over mijn hypothetische ruggengraat van deze plek. Ja, inderdaad, want Beepo heeft natuurlijk helemaal geen ruggengraat. Ik vind de humor in deze game echt super tof. Zelfs in het Nederlands is het nog best wel grappig. Soms heb je een beetje zoiets van dat het in het Nederlands een beetje suf is. Maar in deze game vind ik het best wel lachen. We hebben de platenspeler opgepakt. De deur is open. Dus we kunnen nu deze kant op. En we kunnen dit reliquie op zijn portal gaan zetten. Deze muntjes pakken we op. Dan moeten we door deze buis en komen we dan gelijk weer bij de ingang terecht. Dat zou best wel lekker zijn als we niet helemaal terug hoeven te lopen. Ik denk het wel, want dit is een mega lange buis. We moeten ons laten afvuren door dit kanon. En dan, oh, dan komen we gewoon hier beneden terecht. Moeten we de brug over? Zijn we bijna terug, denk ik. Was het hier? Of moeten we nu nog verder terug? Oké, volgens mij moeten we nog verder terug. Lopen we wel goed nu? Volgens mij wel. Volgens mij moeten we nu deze kant op. Volgens mij... Ja, kijk hier inderdaad. Hier is die gouden portal. Mogen de platenspeler daarop zetten. Nice! Hoppakee, en dan hebben we één van de twee reliquieën gevonden. Hij blijft trouwens wel zweven. Echt een freaky land dit. Echt wel spookachtig inderdaad. We mogen nu dus naar de rechterkant door deze houten poort. Oké. We zitten duidelijk op het juiste spoor en zien wat onze goede vee te zeggen heeft. We krijgen weer een e-mailtje van onze goede vee. Goed gedaan, jullie hebben één van de reliquieën gevonden. Hopelijk was het heel akelig. Akelig? Oh ja, voor jullie vijanden bedoel ik. Oké. Voor de tweede reliquie de goed, dat ga je op een lange gevaarlijke reis die waarschijnlijk slecht eindigt. Wat is er aan de hand? Wie is dit? Nou, ik hoop dat die oom Vant al dit gedoe waard is. Als er een kans bestaat dat hij ons kan helpen om Bowser Jr. te verslaan en Spawny te redden, moeten we die grijpen. Ja, dat gaan we ook zeker doen, maar wat is dat met die rare berichtjes? Dat het pijn deed en wat? Ik vind het maar raar dat we opeens allemaal berichtjes krijgen die, jullie snappen wat ik bedoel. Die berichtjes waren gewoon niet oké, jongens. Hebben we hier nog iets te zoeken? Kunnen we hier nog iets vinden? Ik zie in ieder geval één muntje hier zo. Dan worden we nu hier naartoe gestuurd. Yes, kunnen we hier al wat mee? Zeker wel. En dan kunnen we sowieso door deze buis heen. En wat ligt er achter deze buis? Oh, hier kunnen we nog niet in. Ik zie hier nog een muntje en dan hier weer een buis.
Waar gaan we nu naartoe? Oh, we moesten op deze knop drukken. En dan, ja, precies. Dan kunnen we nu wel daar doorheen. Alright. Eerst nog eens even kijken of hier verder nog iets te vinden is. Want hier waren we ook nog niet geweest. Nope. Muntjes, 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 muntjes. En opnieuw een schat. Er zitten wel echt veel schat hier in deze wereld. In het kuits van de strijd is een soundtrack. Dan gaan we nu eens kijken waar we naartoe geschoten worden als we door dit kanon heen gaan. Bam! Oké, naar de overkant. Dan kunnen we door deze buis heen. Kom op Mario. Yep, oké, nice. En dan hebben we hier, weer krachtbollen. 10 krachtbollen. Daar ben ik zoals altijd weer super blij mee. Want ik vind het heel erg goed om onze vaardigheden te upgraden. Maar, wat is dit? Oké, dit ziet er niet echt heel fijn uit. Hier is in ieder geval weer een schat. Het was het moerashuis. Oké, waar moeten we allemaal naartoe, jongens? Volgens mij moesten we hier naartoe, door deze poort heen. Yep, yep. Wat zijn dit voor gekke vogelverschrikkers? Waar gaan we naartoe, man? Het ziet er echt super freaky uit allemaal. We zitten hier wel in wereld 3. Oh, en daar is Toadette. Toadette is... Wat doet Toadette hier? Ze kijkt ook nog gewoon wel een redelijk een beetje opgewekt. Pipo wordt boos. Die denkt, niet weer. Jongens, jullie geloven nooit wat er is gebeurd. Ja, Toad liep weg. Ja. Jullie raakten elkaar kwijt en nu heb je onze hulp nodig. Dat zal inderdaad best wel... Oh, niet? Niet. Oh, ze speelde een stoppetje. Oh, waarom ga je hier verstoppertje spelen? Toadette vraagt of ze met ons kan meelopen. Nou ja, ja, loop maar mee dan. En daarna krijgen we wat er in haar schatkist zit. Oké. Nou, loop maar gezellig mee, Toadette. Kom maar op. We zullen je wel even helpen, hè? Welke kant moeten we op? We kunnen hier weer alle kanten op, man. Is het de bedoeling dat we deze kant op gaan? Of... Nou, in ieder geval zien we hier een schat. We moeten dus wel deze kant op. En dan moeten we nu sowieso Toadette gaan begeleiden, denk ik. Yep, begeleid Toadette. Helemaal naar de andere kant van de map. En ik zie helemaal geen vijanden tot nu toe. Waar zijn alle vijanden dan? Oh, daar staat Toad trouwens te wachten. Top, dit gaan we doen. Maar, oh, huh? Komen de vijanden achter ons? Oké, Toadette, dat betekent in ieder geval dat jij voorop moet lopen. Dat Rabbit Mario een beetje achter moet blijven. En ik denk dat Mario een beetje bij de buurt van Toadette moet blijven. En Rabbit Peach mag nu eventjes hier gaan staan. Oké. Ik kan nu dus nog niemand raken. De tegenstanders krijgen de beurt. En het... Wat zijn dit nou weer? Ze hebben gewoon pompoenen op hun hoofd. Wat de heck? Wie zijn jullie? Oké, jij gaat keihard schieten op Rabbit Mario. Je mist gelukkig. Lekker voor je. Oké, hij heeft een schild aan. Daar ben ik niet zo heel erg blij mee. Die springt en op wie ga jij dan schieten? Waarschijnlijk op Peach, denk ik. Rabbit Peach, ja, dat dacht ik al. Oh, nee! We belanden zelfs buiten het gebied, joh. Oké, Rabbit Mario, jij mag in ieder geval kaart gaan tackelen. Dan ga je lekker hier zo om de hoek staan. Hoppakee, 70 damage. Dan mag je nu gaan schieten en dan pak je die andere schild in ieder geval kaart mee. Die is versteend. Kijk, dat is top. Die kan de volgende beurt in ieder geval niet bewegen. Rabbit Peach, jij mag lekker daar gaan staan. Zo. Dan mag je ook lekker op hem gaan schieten. Nice. Oh, dat is wel jammer. Ik kan hem net niet raken met Mario vanaf daar. Maar dan ga ik gewoon met Mario even hier staan. En dan schieten we hem vanaf hier. Zo. Ah, nee, die heeft ook een 1 HP over. Wauw. Oké, inmiddels mag Toadette in ieder geval die kant op. Nice. Ja, en dan krijgen de tegenstanders de beurt. Maar als het goed is, kunnen de tegenstanders helemaal niks. Nee, inderdaad. Er komt wel weer een nieuwe tegenstander aan. Deze tegenstander ga ik in ieder geval lekker met Rabbit Mario schieten. Dan gaat Rabbit Mario lekker daarachter staan. Zo. Nice, die is klaar. Rabbit Mario gaat hier verstoppen. Top. Peach blijft gewoon een beetje bij Toadette in de buurt. En Mario, jij mag lekker daar gaan schuilen. Super. Zal ik gewoon heldenzicht even aanzetten? Zo. Zodat we die gelijk kunnen aanpakken. Goed zo, Toadette. Jij mag wel lekker hier naartoe. Helemaal goed. Jij mag door de buis en lekker hier gaan staan. Top. En we krijgen de tegenstanders weer de beurt. Er is hier één vijand. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Hij zal in ieder geval wel zijn schild aanzetten. Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. We kunnen hem in ieder geval één keer raken en we zullen hem ook de tweede keer raken. Hij heeft, oh nee, want hij heeft honing. Dus ja, hij moet daar stil blijven staan. Oké. Oké, Mario, schiet hem in ieder geval nog even voor zijn moer. Oké. Ja, oké. Nice. Dan mag Rabbit Mario gaan tackelen. Zo, en die moet het ook gelijk maar even afmaken. Dan kan hij in ieder geval niet achter ons aankomen. Zo, hoppakee. Die is ook neer. Dan kunnen we niet door die buis nu. Dus Mario moet maar eventjes hier zo gaan staan. Zo. Ah, nee, dat kan. Dat haal ik niet. Dat haal ik niet met Peach. Oh, nee. Oké, nu staat Toadette er wel een klein beetje alleen voor. Dit is wel een beetje balen, jongens. Ben ik heel erg benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Ah. Die staat in ieder geval daarboven. Op wie ga je schieten? Ga je op Toadette schieten of kan je al op iemand schieten? In ieder geval gaat hij zijn heldenzicht weer aanzetten. En daar komt ook een vijand. Oké. Nu wordt het allemaal iets serieuzer volgens mij. Oké, dit begint nu wel een serieuze battle te worden, jongens. Dit moeten we nu wel serieus gaan nemen. Mario, jij mag eventjes naast de buis gaan staan. Gaat Toadette hier in het hoekje staan, zo.
Peach gaat door de buis en via Mario. Ja, doe maar hier, ja. Dat lijkt me wel een goede plek. Zo, oké. Okay. We kunnen nu nog niemand raken, maar in ieder geval kunnen onze abilities... onze abilities weer opladen, wou ik zeggen. Het spookje komt in ieder geval wel nu gevaarlijk dichtbij. Die schoot daar op Toadette. Ja, inderdaad, dit spookje komt dichtbij. Ik wil eventjes nu de map wat beter gaan zien, want ik wil even weten welke kant we op moeten. Oké, okay, we moeten uiteindelijk hier naartoe. Lijkt me een goed plan om via deze kant te gaan. Dan hier naar boven. Hier de afspringen en dan door deze buis. Dat lijkt me de beste manier. Oké, okay, Toadette, jij kan in ieder geval gewoon alvast lekker hier naartoe. Zo. Top. Toadette is echt al lekker ver weg. Rabbit Mario, die moet eventjes mee zien te komen. Zo, die gaat hier staan. Oké, okay, die is er dan ook weer goed bij. Top. Helemaal goed, Rabbit Mario. Blij dat je er weer bij bent, want je liep een beetje achter natuurlijk. Dan Rabbit Peach. Wat gaan we daarmee doen? Ja, Rabbit Peach gaan we eventjes daar neerzetten. Hier in de hoek. Dan gaan we ervoor zorgen dat het autootje richting deze vijand gaat rijden. Want dan ga ik hem sowieso raken. Dan gaat ook dat blok daar weg. Kijk, hoppakee, honing. Nice. En oh, we hebben hem zelfs al in één keer verslagen. Kijk, dat is helemaal goed natuurlijk. En met Mario ga ik dan hier zo staan. Dan hoop ik dat ik daar naar de overkant kan schieten. Of zal ik dit zo laten? Want ik ga hem sowieso niet raken. En eigenlijk is dat blok misschien wel handig om voor ons achter te schuilen straks. Ja, ik laat het gewoon even zo. Ik ga er niet op schieten. We krijgen te maken met een nieuwe vijand daar beneden. En ze gaan nu natuurlijk voor Toadette. 50% kans. Ah, ze missen weer. Lekker hoor. Supergoed. Die gaat sowieso raken. Oké, dat maakt niet uit. Met Mario heb ik genoeg health op dit moment. Die gaat zich verstoppen. Die zet zijn heldenzicht aan. Maar hij is best wel ver weg. Oké, er komt daar ook weer een nieuwe vijand. Ik ga het schild van de Rabbit Peach aanzetten. Zo. Wat zal ik eens gaan doen hè, met Rabbit Peach? Ja, ik weet niet zo goed welke kant ik op zal gaan. Ik moet natuurlijk gewoon door deze buis en dan Toadette een beetje beschermen. Ik zou ook de aanval kunnen gaan kiezen. Dat houdt in dat ik deze kant op zou moeten. Laten we dat proberen. We gaan gewoon hier staan. Die kunnen we niet raken. Misschien was dat toch niet zo'n hele slimme move van mij. Ik ga met Mario in ieder geval hier staan. Nu wordt Mario wel geraakt. Dit is wel jammer. Die heeft ook inkt. Nou ja, ik was toch niet echt van plan om iemand te gaan schieten, denk ik. Wat gaan we dan met Rabbit Mario doen? Die gaat gewoon lekker met Mario mee, denk ik. Oh, nice. Kijk, nice. Dit is top. We kunnen met Rabbit Mario in ieder geval erboven staan. Als het goed is, is de inkt van Mario nu ook weg. Hoppakee. Nice. Dan kunnen we deze vijand in ieder geval gelijk gaan klaren. Hoppakee. Dan zijn we hier in ieder geval klaar. Hierboven. Nu kunnen we naar boven. En dan zou Toadette gewoon straks misschien wel in één keer door kunnen. Nice. Ik kan nog proberen te schieten met Peach, maar ik ga hem sowieso niet raken. Dat wisten we natuurlijk al. Dus Toadette kan nu ook hier naar boven. Die gaat lekker hier achter schuil staan. Top. Zo. Helemaal goed. Dan krijgen nu de tegenstanders de beurt. En ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Zullen ze op de aanval gaan of zullen ze op de verdediging gaan? Oké, okay, ze gaan sowieso een klein stukje naar achteren gaan. Oh, oké. Okay, jij kan Toadette gewoon raken vanaf daar. En jij kan Toadette ook raken vanaf daar. Dat is niet nice. Dat is daar had ik even geen rekening mee gehouden. Dit is een beetje jammer. Oké, okay, en ook nog even je heldenzicht aanzetten natuurlijk. Ah, twee nieuwe vijanden komen eraan. Oké, okay, we moeten nu wel tempo gaan maken, denk ik. Peach gaat nu in ieder geval gewoon lekker naar beneden. Die gaat daar staan. Kan ik die vijand in ieder geval klaren met mijn autootje? Dat is altijd fijn. Hoppakee. Okay. Nou ja, hij is immuun voor inkt, dus dat is top. Die vijand is klaar. Nu hebben we ook geen last meer van het heldenzicht, dus dat is super. Dus even kijken. Kan Toadette gewoon al daar naartoe? Oh, kijk eens jongens. We hebben het al gehaald. Toadette kan er al naartoe. Yes! Nice! Dit was een lange battle. Een hele lange battle. Maar we hebben het gehaald en ik vind dat we het goed hebben gedaan. Inderdaad, in 8 beurten. We hebben gewoon een perfect. Zoals we dat hoort eigenlijk. Zoals we dat een beetje gewend zijn de laatste tijd. We gaan de laatste tijd super, super, super goed. We hebben 25 krachtbollen erbij. We krijgen weer lekker veel muntjes erbij. 1700 maar liefst. En dan zitten we alweer over de 4000 muntjes. En daar ben ik wel echt blij mee, jongens. Hier is Toad. En Toad is hopelijk wel blij om Toadette weer te zien. Kijk, hij is inderdaad verstoppertje aan het spelen. En hij kijkt gewoon echt de verkeerde kant op. Ze hebben elkaar weer gevonden hoor. Ze hebben elkaar gewoon weer gevonden. Ja, Toad vraagt zich af hoe dat gelukt is. En Beepo zegt net zoals de laatste 2 of 3 keer dat dit gebeurde. Rabbit Peach vindt het ook wel grappig. Nou, Toadette heeft het ook naar zijn zin. En inderdaad, gaan jullie gewoon lekker terug naar waar jullie vandaan komen. Dan kunnen wij weer door met ons avontuur. En Toadette wil gewoon nog één potje verstoppertje gaan spelen. Nou, helemaal goed, maar ik wil wel nu je kist. Inderdaad, deze heb je gewoon beloofd, dus die moet je gewoon aan ons gaan geven. Dankjewel. Beepo zegt niet wegrennen, maar Toad en Toadette hebben er gewoon scheid aan. Die hebben eigenlijk overal scheid aan in deze game. En Beepo zegt, laten we gaan kijken wat er in deze schatkist zit.
voordat we de tweede reliquie der goedheid gaan ophalen en Oom Fant gaan vinden. Inderdaad jongens, en ik ben heel erg benieuwd naar die Oom Fant. We hebben een Spook Kiekeboe gevonden, een 3D model. Nou, helemaal leuk. Kijken of hier nog een schat ligt. Dit kunnen we nog niet doen. Nee, dat dacht ik al. Dan zullen we nu deze kant op moeten. Ik kan nog eens gaan kijken wat hier gebeurt. De eigenaar van deze spullen is vast hals over kop vertrokken. Een onheilspellend teken. Ja, onheilspellend, dat is het sowieso hier beneden, jongens. Ik vind het maar een onheilspellende wereld, dit. Ik kan dit nog eventjes gaan doen in deze blauwe kanon. In dit blauwe kanon. Halen we dit nog? Misschien? Nou, dan had het... Ja! Ah! Ik dacht dat ik hem had. Jongen, dat vond ik echt gemeen. We kunnen natuurlijk ook eerst gewoon rood doen. Zo, rood. Dan gaat deze naar beneden. Dit is veel makkelijker. Dan doen we nu geel. Zo, hoppakee. Nu hebben we gewoon echt denk ik wel minimaal 5 seconden over. 9, 8. Kijk eens. Zo moeilijk was deze helemaal niet. En wat voor wapen zit er dan in deze kist? Het is een wapen voor Rabbit Luigi, de kruis. Kopbol. Eigenlijk moet ik zeggen dat ik Rabbit Luigi bijna niet meer gebruik. Eigenlijk helemaal niet meer sinds het begin. Sorry Rabbit Luigi, ik hoop niet dat hier veel keiharde diehard fans zitten van Rabbit Luigi. Want ja, die komt gewoon eigenlijk niet echt meer aan de beurt. Ik ga nog heel even kijken wat er gebeurt als we hier doorheen gaan. Komen we dan nog ergens terecht waar iets moois ligt? Nee, niet echt zo te zien. We moeten hier weer een puzzel gaan oplossen. Maar die puzzel die gaan we oplossen in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje hoog als je Mario plus Rabbit stof vindt. Abonneer dan ook zeker even op mijn kanaal. En dan zie ik jullie zoals altijd weer later. Mazzel!